ben Joost Bijster, medewerker in deze bibliotheek. Naast me staat Joey Haakman. Samen verantwoordelijk voor twee projecten. Een jongerenhoek en een mediabar. Joey, jongerenhoek, ik zijn rechterhand. En ik de mediabar en Joey mijn rechterhand. Daarbij is ook nog te assisteren door allerlei jongeren die hebben meegedacht. Ik wil ook heel hartelijk het ROC, het Horizon College, bedanken. Die hebben dit prachtige meubel voor ons gemaakt. Ontzettend gemotiveerd. We zijn er heel dankbaar voor. Het is een project van rond de 8 maanden. Vanaf april zijn we gestart. Daar kun je allerlei nieuwe media testen en uitproberen. Toen hadden we zoiets, ja, wat kunnen we daar nog meer mee? We willen graag iets meer voor jongeren. En wij hadden al een concept, dat heet de Bibliotheek van 100 Talenten. Met basisschoolkinderen deden we dat al. Dan nodigen we kinderen uit om mee te denken wat je in de bibliotheek wil, wat wij moeten ontwikkelen, hoe het eruit moet zien. Dus we laten de doelgroep echt meedenken en participeren. Nou, dat wilden we dus ook nu met de jongeren doen. Nou, en daaruit is deze prachtige jongerenhoek ontstaan. Chocola. Voor de jeugd met een moederdag nog bekijken. Ik zal ook nog een of andere spel moeten doen die ik nog nooit heb gedaan. En maar ik vind het wel bijzonder leuk, want dit jaar hebben wij zeg maar boven voor de allerjongste jeugd. Nu voor de zeg maar de jongvolwassenen, zoals noem ik jullie wel. En dan zou het wel leuk zijn om die trend door te zetten. Dit is de bedoeling van het spel dat je springt om. Ja, dat
Ik ga de volgende. Hey meiden, ik ben hier. Ja, ik ben hier. Ja, ik ben hier. 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 Ik ben hier.